Een week later zien de leden van het Continentale Motorcircus elkaar in Hockenheim, het West-Duitse circuit met zijn immense tribunes. In oude en minder oude busjes met caravans en tenten reizen ze als leren zigeuners van grote prijs naar grote prijs. De eerste aandacht richt zich steeds op het troetelkind, de motor. Gezinnen zwerven in zo'n motorseizoen van rennerskwartier naar rennerskwartier, levend in kleine bestelbussen of lage tenten, zich behelpend met de meest primitieve kampeermiddelen. Geen wonder dat ze elkaar goed kennen, de coureurs, de monteurs, de vrouwen en de poezen, zoals ze in die wereld de vrouwen noemen, van wie ze niet zeker weten dat een contract hen aan een der coureurs bindt. Op het circuit zijn de coureurs concurrenten, buiten het parcours zijn ze bevriende collega's. Een wonderlijke wereld waarvan het steeds opsnerpend geluid van een motor het leidmotief vormt. Tot ze weer oprijden naar de volgende start. Bijna 200.000 toeschouwers, van wie velen al dagenlang in tenten en caravans langs het circuit op de grote prijs hebben gewacht, bevolken de geweldige tribunes op Hockenheim. Drie Feyenoord-kuipen vol met enthousiaste motorfans. Ook ten aanschouwen van die mensenmassa is de Nederlander Aaltoersen het eerste van start. Op een kort, bochtig circuit kan hij als voormalig grasbaancoureur goed uit de voeten, zeggen ze. Maar wat zal hij op het supersnelle, langgerekte parcours in Hockenheim presteren? Aaltoersen geeft snel antwoord op die vraag. Van kop af vergroot hij regelmatig zijn voorsprong op de rest. Soepel rijdend stuurt hij zijn machine in de hoogste snelheid door de bochten. Verbaasd kijken de race-specialisten van de Kreidlerwerken in Stuttgart naar die Nederlander op hun motor, die in pure snelheid alle andere merken de baas is en eenzaam aan kop zijn 15e vereisde. Ver achter Aaltoersen rijdt de eerste groep, aangevoerd door de tweede Kreidler Jan de Vries en de derbyrijder Barry Smith. Angel Nieto is dan al afgestapt. Na 8 ronden seint manager Leverink plus 25 naar zijn eerste coureur. Aalt ligt 25 seconden voor op nummer 2. Hij zal deze race over iets meer dan 100 kilometer eindigen op 44 minuten 28 17 seconden. Dat betekent een gemiddelde van 137 kilometer per uur. Zijn voorsprong, als hij wordt afgevlacht, zal ruim 1 minuut bedragen op nummer 2, Jan de Vries, die weer bijna 1 minuut eerder finisht dan de eerste derbyrijder Barry Smith. Een ondubbelzinnige zege die sterk aan een wereldtitel doet denken. En als Aaltoersen dan de week daarop ook nog de grote prijs in Le Mans wint, heeft de staphorster het maximum aantal punten voor de titel behaald.